Oké, nou, daar gaan we. Aha! Wat gebeurt er nou weer? Collega! Ik heb een collega erbij. Ik zeg even helemaal niks voor de mensen thuis. Nee? Ik word geïnterviewd. Je wordt geïnterviewd met dat Tio? Ja, inderdaad, ja. Doe je dan weer heel gek voor die kamer? Jij bent een maloot hier. Nou, ik ben een maloot, maar alleen als de meter begint te draaien... Ja? Als de meter begint te draaien, dan word ik in één keer gek. Maar mijn metertje stond nog helemaal niet aan. Maar dan zie ik in één keer een camera binnenkomen. Ja? Zijn jullie van een lokale omroep? Ja, we zijn van het jongerenprogramma Beneden Peil. Van TV Flevoland. Ja, dankjewel. Okay. Je zoekt iets wat beneden pijl is, bedacht je bij jezelf, ik ga Theo op. Ja, ik denk ik wil hem nou wel eens echt zien. Wat vind je nou echt beneden pijl? Ja. Eigenlijk alles. Het is een en al beneden pijl, toch? Is dat bij jullie nou ook zo? Ja, maar geef het even een heel erg goed voorbeeld. Wat is nou echt beneden pijl? Maxima bijvoorbeeld. Ja, Maxima is ver beneden pijl. De rokjes zijn beneden pijl. Ja. Je moet het korter. Het korter. En meer een push-up bij jou aan. Dat Maxima een beetje dikkere tieten krijgt. Dat vind ik wel. Oké. Want dat is beneden pijl. Nou, jij even één. Oké, wat vind ik beneden pijl? Ik vind het beneden pijl dat er zoveel mensen hier voor de deur afgewezen worden omdat ze niet naar binnen mogen. Wat zou de reden van, denk je? Geen idee. Ik weet het. Die zijn beneden pijl. Ja. Oké. Het is jouw programma. Ja. Oké. Hey, maar wat is jouw bedoeling vanavond? Ga je een beetje hetzelfde doen als ik vanavond doe? Ja. We willen de gekste dingen bij jou eens een keer gewoon doen. Jij bent een maloot en wij willen ook eens maloten met jou. Ja, ik vind het wel geweldig. Ik bedoel, voor al jouw kijkers van het programma Beneden Pijl. Ik vind het een waanzinnig initiatief. Hij heeft wel het bekje erna. Ik denk dat hij het heel erg ver schopt. Want de meeste van lokale omroepen zijn van die zeikers. En zijn vaak beneden pijl. Maar ik bedoel, als je je programma al beneden pijl noemt. Ja. Dan ben je eigenlijk al weer boven pijl. Is het trouwens opgevallen hoeveel lekkere wijven hier binnen zitten? Godverdomme, moet je daar kijken. Ja. Oh. Wil je met mijn kontje bonken? Ja hoor! Hey, is dit beneden pijl of niet? Nou ja, je gebruikte de term kontje. Dit was de term kont hoor. Kontbonken. Kont. Theo. Mogen we je kont even zien? Draai ze om. Ja, draai ze om. Maak jij zo goor mogelijke beelden. Ja. Zo goor, zo fout, zo funzig mogelijk. Ja. Dan wisselen we die beelden uit en doen we eens dingen wat jij op hebt genomen in jouw programma. Ja. Proppen we er gewoon bij ons tussen. Oké, dan vind ik een deal. Ja? Hey, is dat een deal of niet? Is een deal. Hoe heet je? Marcel. Voor de mensen thuis, dit is Marcel van het programma Beneden Pijl. En het is allemaal ver beneden pijl. En hij gaat op pad om ervoor te zorgen dat wij lekkere, funzige beelden krijgen. Ja, toch? Ja, oké. Marcel, succes vanavond. Hetzelfde. Ga jij linksaf en rechtsaf? Ik ga dit. Hey, hij is goed hè? Oké dan. Wil jij met mijn kontje bonken? Nee. Oké. En maar, als zij wil. Op de Metal Dio stijl. Ja, doe maar. Laat je borsten zien. Ja. Nee. Wat? Nee, man. Die mogen we het niet te zien. Laat dan je borsten zien. Nee. Oh, niet. Jij komt overal binnen, hè? Ja, tuurlijk. En jij bent echt tof, jongen. Ja, dankjewel. Alles goed, man. Alles goed. Wat vind je nou leuker, Mentor Tio of de grapkabouter van Beneden Pijl? De grapkabouter van Beneden Pijl. Kijk, zie je? Beneden Pijl is beter dan die maloot van TMF. Ja. Zo zie je maar, kijkbuiskindertjes.